Wat doen jullie precies? Ja, wij brengen de gebouwde omgeving in kaart door beelderkenning op beelden uit satellieten, vliegtuigen, drones, foto's van telefoons en Street View. Dus we gebruiken zoveel mogelijk informatie op ons platform. En uiteindelijk zien we daar gebreken als scheuren in metselwerk, maar ook bladeren in de dakgoot of het aantal vierkante meters metselwerk. Dat brengen we allemaal in kaart automatisch. Nou, we kunnen daarmee inzichten creëren voor onze opdrachtgevers. Met name zijn we gestart rondom woningbouwcorporaties. En dan zie je bijvoorbeeld waar de onderhoudsbehoefte van panden ligt. Maar ook, ik heb een gesprek over een pand. Moeten we daar een aanbouwtje plaatsen of moeten we daar een nieuwe schilderbeurt geven? Dat heet dan een strategiesessie voor een complex. En dan pakken ze ons platform erbij om alles lekker bij elkaar te zien. Dus dan zien ze alle foto's ooit gemaakt van het pand samen op één plek. Ja, en we zorgen dat ze betere keuzes maken voor hun investeringen. Dus dat ze weten, oké, als ik hier een euro insteek, levert die 2 euro op qua duurzaamheid. En als ik hem daar insteek, dan levert het eigenlijk niks op. En in hoeverre draagt dat dan bij aan de transitie naar een circulaire economie? Ja, door als je bij wijze van spreken op Marktplaats kijkt en er staan geen spullen op, dan kun je ook niks circulairs doen. En wat wij kunnen doen is de gebouwde omgeving in kaart brengen, zodat andere mensen daar gebouwinformatie uit kunnen putten. Dus denk bijvoorbeeld aan een pand dat gesloopt wordt. Die kozijnen kunnen hergebruikt worden in een nieuw pand. Nou, wij kunnen in kaart brengen, automatisch, wat de hoeveelheden zijn van het gesloopte pand. De opdrachtgevers zijn heel erg onderschat voor het succes van een start-up of een scale-up. Ik denk dat echt de ondernemer is 50% van de zaak en de markt is de andere 50%. Misschien wel 51% van de markt en 49% van de ondernemer. Je zegt dat de klant nog belangrijker is dan een investeerder eigenlijk. Sowieso, ja, dat sowieso. Ik denk, wij gebruikten toen wij nog geen investeringen hadden altijd de slogan, wij praten met klanten over investeringen in plaats van met investeerders over klanten. En dat is wel, dat is ook wat je moet doen, denk ik. Maar de tijd die het kost voor ons om een klant van kennismaking tot conversie is gemiddeld zo'n 12 tot 18 maanden. En voor ons is het heel belangrijk dat we die terugbrengen naar 3 tot 6 maanden, want dan ben je echt een scale-up en een groeibedrijf. En kun je ook beter financiering ophalen en gaat alles makkelijker. Dus dat is voor ons een van de belangrijkste challenges waar we aan werken. Volgens mij staan jullie nog maar aan het begin. Wat is nou de grootste droom voor jullie organisatie? Ja, we willen proactief alle gebouwen ter wereld in kaart brengen. Om uiteindelijk dus een veilige, duurzame en leefbare wereld te maken voor iedereen. Of in ieder geval de inzichten daarvoor mogelijk maken. Dat is inderdaad een hele grote droom. Wat betekent dat dan voor dit jaar? Ja, dit jaar hebben we van alle corporaties in Nederland al de adressen verzameld. En we hebben van alle daken fotomateriaal. Dus wat we gaan doen voor het eind van het jaar is alle daken scannen op zonnepanelen, groene daken, maar ook hellingshoeken. En daarmee gaan we proactief corporaties benaderen om te zeggen in hoeverre dat ze al voldoen aan de Parijsakkoord, maar ook waar ze nog verbeteringen kunnen plaatsen. Dus daar hoeven ze helemaal niets voor te doen. Alleen hun inbox in de gaten houden en wij nemen contact met ze op. Zo, welkom terug allemaal. Wij waren hier nog druk in gesprek met elkaar, zoals het ook hoort natuurlijk. Het filmpje gaf aan wat er allemaal gebeurt bij Spotter AI. Allereerste vraag aan jou, Dirk. Nog wat reacties gekregen? Heb je zelf nog naar het filmpje gekeken en gedacht van, hey, dat zijn wat ontwikkelingen en we zijn weer wat verder? Ja, we zijn sowieso altijd, het gaat altijd door natuurlijk bij ons. Een van de leuke dingen dat niet in het filmpje zat, was toen gingen we voor het inspecteren van heel Nederland. En zo betekent dat we 2 keer gaan doen. 1 keer van vorig jaar en 1 keer van dit jaar. En dan kan ik veranderingen zien. Dus dan kunnen we zien hoe Nederland vooruit gaat met duurzaamheid of hoeveel zonnepanelen er liggen. Dat is wel leuk. Je gaat op een gegeven moment natuurlijk een database krijgen over verschillende jaren heen en zien van wat is de progressie die we met z'n allen boeken. Jullie worden gewoon een nieuwe CBS, een nieuwe Bureau van de Statistiek. Ik bedoel, zonder theoretische modelletjes. Ja, dat is eigenlijk jullie geven gewoon rapporten uit over de voortgang van Nederland en van de gebouwde omgeving. Heel erg leuk dat je bent, Dirk, CEO van Spotter. Ja, iedereen heeft dat kunnen zien. Edka Kremers, welkom in eigen huis, hè, want we zijn hier bij de Rom. Jij zat niet in het filmpje. Nee. Daarom voor de kijker heel erg leuk om natuurlijk te horen wat jij zoal doet zo op een dag hier bij de Rom. Ik ben manager investeren en wij investeren met kapitaal dat de Rom heeft in startups en scale-ups om ze verder te helpen. Dat doen we in principe tegen marktconforme voorwaarden, maar we zijn natuurlijk wel een maatschappelijke investeerder die ook het economisch belang van de regio probeert te behelpen. En dat hoort erbij dat je dan dus ook inderdaad soms wat meer risico neemt. Dus wij investeren in het risicokapitaal van ondernemingen zoals Spotter AI, alleen die zit helaas niet in onze regio. Als je als scale-up op zoek bent naar wat hulp financieel gezien, omdat je groeit, dan kun je aankloppen bij een regionaal ontwikkelmaatschappij. Ja. Alleen dan is het wel handig dat je in diezelfde regio woont.
Ja, eigenlijk willen wij zeker naar de toekomst toe ons gaan positioneren als de partij waar je altijd kan aankloppen. Of je nou een vraag hebt over kennis, over netwerken of over kapitaal. Nou, dat netwerken en kennis, dat zijn we echt nu aan het versterken. Dat kapitaal, dat doen we inmiddels een jaartje. Maar ja, we hebben wel inderdaad een regiofocus. Elke provincie heeft een eigen regionale ontwikkelingsmaatschappij. Dus er is er altijd eentje in jouw buurt. Ze kunnen vervolgens niet met elkaar concurreren. Dat proberen partijen nog wel eens, maar wij spreken als ROMS onderling natuurlijk ook met elkaar. En als wij zien dat iets gevestigd is in provincie Zuid-Holland, ja, dan zal de eerste vraag zijn, goh, heb je al gesproken met Innovation Quarter, onze tegenhanger daar? Ja. En zo proberen we wel je bedrijven verder te helpen. Dus weet je, als je bij ons aanklopt, ook als je niet in onze provincie zit, dan is het niet meteen, oh, je zit er niet, hop, deuren dicht. Nee, dan is het nog wel van, oké, maar we gaan eens praten met die of die. Die connectie wordt ook gemaakt. Je zegt, in elke provincie zit er wel één, maar dat is nog helemaal niet zo lang zo, volgens mij. Nee, dat klopt. In Noord-Holland is die rond de herfstvakantie afgelopen jaar opgericht. Dus dat is nu, wat is de maand of 4, 5? Ja, en de ROM-regio Utrecht bestaat nu 1,5 jaar, 2 jaar, zoiets? Precies, wij vinden ons al heel erg ontwikkeld. Ja. Maar nee, we zijn nu 1,5 jaar zijn we in live. Met investeren hebben we onze eerste investering vorig jaar begin februari gedaan. Dus we zijn letterlijk pas een jaartje aan het investeren. Ja. Dus dat is inderdaad recent. Nou, dus er is een landelijke dekking van regionale ontwikkelmaatschappijen om start-up scale-ups te helpen. Laatste vraagje, nou niet laatste vraagje, maar nog één vraagje daarover. We zitten hier natuurlijk te praten over circulaire economie en de bouweconomie. Maakt dat voor jullie nog uit waar jullie dan in investeren? Jazeker, wij hebben een aantal speerpunten die hanteren we als hele ROM. Dat heeft zijn oorsprong in het Healthy Urban Living verhaal. Maar wij richten ons op circulariteit, op duurzaamheid. We richten ons op healthcare en we richten ons op digitalisering. Dat is bij investeren nog wel heel erg breed. Bij andere delen van de ROM wordt dat al wat specifieker. Dus circulair bouwen is echt wel een groot speerpunt. We hebben bij investeren nog wel gezegd, dat is voor ons nu nog een beetje te vroeg om die specificatie te maken. Dus wij, op het moment dat je iets doet wat verduurzaamt, dan vinden wij dat al interessant om te kijken. Fijn dat het er is toch, Dirk? Hier regionaal ontwikkelmaatschappij. Want je woont hier in Utrecht, niet zo ver hier vandaan. Ja. Maar Spotter, ja, je zit in het, we zagen het net, in het mooie pand van Spaces in Den Haag. Ja. Hoe ging dat voor jou? Hoe ging jij aan het werk om jouw eigen organisatie te financieren? Nou, de eerste stap was een subsidie. Dus dat is nu denk ik 3 jaar geleden. Dat was een EVRO-subsidie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen. Mm-hmm. En toen zaten we nog in Utrecht met ons kantoor. En het was de pot op in Utrecht. En de provincie Utrecht zei van, hey, ga eens met de gemeente Den Haag praten. Want die hebben nog subsidie. En die zijn specifiek op zoek naar oplossingen die bij jullie in de buurt zitten. Ik moet zeggen, dat was echt een toptraject, want de gemeente Den Haag, de meeste subsidies zijn natuurlijk dat je Horizon 2020 bijvoorbeeld, je schrijft in met een heleboel andere inschrijvers en je weet niet of je het krijgt totdat uiteindelijk het oordeel geveld wordt. Maar dat is bij een EVRO anders, want daarbij heb je contact met de gemeente en weet je wat ongeveer de slagingskans is bij elke stap van het traject. En dat heb je wel nodig, want het kost ons bijna 6 maanden tijd om dat hele subsidieaanvraag te schrijven. En voor een jonge start-up is dat gewoon natuurlijk een eeuwigheid, 6 maanden. Een beetje in 100 jaren moet je dat rekenen. Dus dat is 3,5 jaar voor een normaal mens. Dus zo, ook een investering natuurlijk. Ook een grote investering, ja. Maar zo, dat is eigenlijk de eerste financiering die we hebben gekregen. En vorig jaar hebben we dan een kapitaalronde opgehaald. Waarbij IQ ook, Innovation Quarter ook een onderdeel van was, naast een normale investeerder, dus Volta Ventures in dit geval. En een van de adviezen die bij YouTube halen we heel veel kennis op. Y Combinator heeft onwijs goede Y Combinator. Dat is de Amerikaanse beroemde acceleratieprogramma. En een van de tips die ze gaven was, als je om geld vraagt, krijg je vaak advies. En als je om advies vraagt, krijg je vaak geld. Dus ik dacht, nou, gaan we gewoon als advies vragen op ons pitch deck, wat we op dat moment hadden voorbereid. En een van de personen waar we naartoe sturen was Innovation Quarter. Omdat ze denken, daar kunnen we wel hele neutrale feedback van krijgen. Van, hoe kijk je naar de deck? Wat vind je ervan? Heb je nog tips en tricks die we toe zouden kunnen passen? En dat hebben we toen in Den Haag gedaan. En heel goede feedback gekregen. Met die feedback uiteindelijk een investeerder aan boord gehaald. Die termsheet had gedefinieerd.
En met die term sheet terug naar Innovation Quarter. En zo is de deal uiteindelijk rondgekomen. Okay. Dus dat, ja, die deur stond inderdaad voor ons ook open. En het was echt heel waardevol. Het klinkt een beetje zoals jij ook zei. Van een van de, in dit geval werd dan de gemeente die dan doorverwees voor die subsidie. Maar dat is, er is dus veel welwillendheid om niet alleen maar, zeg maar te beschermen. Maar juist scale-ups mogelijk te maken. Ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk een maatschappelijke rol. Dus je wil gewoon inderdaad dat die ontwikkeling er is. Natuurlijk hebben we allemaal individueel ook wel targets. Dus ergens zit natuurlijk wel een klein beetje wrijving in een grijs gebied. Ja. Maar weet je, als je het afbelt, dan zijn wij er om die ondernemingen verder te helpen. En als je dat kan, als je dat niet zelf kan, dan is het natuurlijk heel fijn als je het door kan verwijzen naar iemand die het wel kan. Ja, maar net die tip bijvoorbeeld, hè, van de vraag om advies. Jij zei dat zelf ook al. Vraag om advies en dan krijg je geld. Jij zei dat zelf ook al. De ROM is natuurlijk ook zo ingericht dat ook kennis, netwerk en kapitaal wordt geleverd. Ja. Ja, en als je kijkt naar, het is altijd een beetje lastig te zeggen, maar wij hebben bij ons kapitaal een slagingskans die best wel klein is. De drempel, de barriers to entry, de drempel om daadwerkelijk een investering te krijgen, ongeveer 2-5% van de bedrijven die aanklopt haalt dat. Dus dat is het gros haalt het niet. Dat gros wil je wel verder ergens anders mee helpen. En als je die met kennis, met netwerk en met andere zaken kan helpen, of al is het maar met een link met een andere investeerder die het wel kan, dan kan je daar toch nog iets toevoegen. Dus daarom willen wij meer ingaan zetten ook op dat kennisdeel. En inderdaad, het komt ook wel voor dat partijen binnenkomen met een vraag van, goh, kun je hier eens naar kijken? En dat wij denken, ja, maar dat vinden we wel heel erg leuk. Daar willen we wel meer dan alleen maar adviseren. Ja. Dus dat helpt inderdaad ook. Oké, okay, want Dirk zei net van, onze investeerder Volta, hoor ik volgens mij. En een andere investeerder. Of de ROM werd een andere investeerder genoemd. Ja. Is dat ook zo? Nou ja, wij doen wel tegen maatschappelijk, tegen de marktconforme voorwaarden. Dus in dat opzicht doen wij, als wij met Volta zouden optrekken, zouden wij in principe dezelfde voorwaarden als Volta doen. Mm-hmm. We kijken natuurlijk wel iets breder. En dat merk je denk ik met name in de trajecten wanneer het net even iets moeilijker is. Dan zouden wij misschien wat meer genegen zijn om te kijken of wij er toch nog maatschappelijk ook een rendement kunnen ondersteunen. En ik denk dat een ander deel wat een ROM doet, die investeert in het algemeen veel meer dan elke andere investeerder. We hebben in ons eerste jaar een stuk of 11 investeringen gedaan. Dus niet een stuk of precies 11. Dat is natuurlijk gewoon heel veel voor een gemiddelde private investeerder. Ja, die halen het 3-4 per jaar als het goed doen. En waarom kunnen jullie meer doen? Is dat dan? Omdat wij ook een fonds hebben dat zich echt op dat risicovolle voortraject richt. Ja. En omdat onze rol dus ook wel is om gewoon veel risico te nemen. Dus wij kunnen wat meer risico aan, denk ik. U dekt een deel van de markt af wat de professionele fondsen niet helemaal kunnen doen vanwege een bepaalde risico. En wij proberen die professionele fondsen vervolgens ook mee te trekken. Dus wij doen altijd een stukje co-investering. Ja. Net als Innovation Quarter een stuk van jullie investering heeft gedaan, zouden wij dat ook altijd doen. Dus wij doen in principe als richtgetal mikken wij op 1/3, maar we kunnen in principe tot ongeveer de helft van een investering kunnen wij verstrekken, maar nooit veel meer. Dirk, dan hoor ik allerlei verhalen over dat landschap zo moeilijk is voor start-ups om aan kapitaal te kunnen komen. Als ik dit zo hoor, dan denk ik van nou, we hebben best goed geregeld in Nederland. Aan kapitaal komen denk ik dat in deze tijd wel te doen is. Maar ik denk wel dat in de vroege fase dat het moeilijkste is. Dus je ziet eigenlijk dat er heel veel geld beschikbaar is vanaf Series A, wat ze dan noemen. Zeg maar vanaf 3-5 miljoen daar naar boven. Daar is, dat is best wel een drukke kapitaalmarkt geworden. Ik denk dat er ook minder start-ups relatief zijn dan geld. Dat is ook de reden waarom die prijzen... Te weinig interessante partijen bijna. Zeker partijen die niet alleen de promise hebben, maar ook daadwerkelijk enigszins deliver. Ja, die ook weer het rendement opleveren. En dan, of je gaat zeg maar richting het Amerikaanse model, waar je zegt zonder heel veel proof points ga je toch zeg maar dat op die manier waarderen. Hè. Dus daar is relatief meer geld. En het zit in die vroege onzekere fase, wat denk ik moeilijker te financieren is. Ook, dan heb je veel meer durfkapitaal eigenlijk nodig. En dan is altijd de vraag in hoeverre moet de onderneming volwassen maken voordat je financierbaar bent. En waar ligt dat punt? Een beetje grijs gebied. Hè? Er zijn een aantal fondsen vanuit de ROM daarvoor beschikbaar, die wel heel belangrijk zijn. Want als ik bij ons kijk, zonder de EVRO-subsidie, want bij ons hebben we dat al met een subsidiedeels opgelost,
waren we echt minder ver geweest op dit moment. En hadden we dus ook minder snel kunnen groeien wat we nu hebben gedaan. Die proof points die konden gecreëerd worden vanuit de subsidie. Dat was eigenlijk jullie vroege fase kapitaal. In combinatie met klanten op dat moment. Echt wel launching customers nodig om die proof points dan te hebben. Die dan ook Want zo'n vroege fase, zo'n EVRO-subsidie bijvoorbeeld, die financiert ook maar 40%. Dus 60% zul je ergens anders vandaan moeten halen. Dus je hebt nog steeds wel een, en dat was in ons geval van klanten, maar je moet ergens nog die 60% vandaan halen. Oké, dus je combineert echt een paar zaken waardoor je tegen de klanten kunt zeggen, nou, je kunt nu met wat korting meedoen, want we hebben subsidie. Precies. En tegen subsidie zegt, we hebben een paar klanten en dat ben jij bij elkaar. En dat is een soort kip en het ei situatie waar je net uit moet komen. Dat is zo moeilijk in die beginfase, want je moet echt die de perfect storm creëren om dat bedrijf van de grond te krijgen. Maar dat is niet makkelijk. Maar nou, Dirk, laten we eerlijk zijn, over 30 jaar ben jij de Google van de gebouwde omgeving. Hè? Meer dan dat. Hè? Laat Google. Het open. Dus zekerheden bestaan niet. Puissant rijk, want we al deels een exit gedaan. En nou, je bent dan investeerder geworden. Ja. En dan zit een Dirk van, laten we zeggen, 2040 tegenover jou. Ja. En wat zeg je dan tegen hem als het gaat over van, oké, je wil die stap maken. Wat zijn dan de hele belangrijke zaken die jij hebt gedaan, waardoor dit nu gelukt is? Ik denk toch uiteindelijk heel eerlijk, misschien een beetje een zacht antwoord, maar ik denk heel extreem eerlijk zijn, ook ten opzichte van je eigen, toch wel leuk is, die je zelf moet vertellen om de dag door te komen af en toe. Wij hebben in het begin van het bedrijf zaten we echt rond op energieoptimalisatie. Ja. En dat werkte, we kregen heel veel positieve feedback vanuit de opdrachtgevers, maar niemand kocht. En je gaat heel snel mee in die positieve feedback van de opdrachtgevers, maar je kijkt niet snel naar de data dat eigenlijk niemand koopt, ondanks dat ze heel aardig zijn tegen je. Ja. En ik denk dat je daardoor echt de data snel een infrastructuur inrichten om op data gedreven je keuzes te maken. Okay. En wij hebben dat heel lang intuïtief gedaan en misschien wel te lang. Dus ik zou zeggen dat... Maar die data, gaat het dan over klanten die er gebruik van maken? Of data over wat de marktpotentie is? Je begint dan met gewoon een doel te stellen. Dus bijvoorbeeld van, het kan maatschappelijk zijn, kan commercieel zijn. Ik zou eigenlijk niet zo snel... Tuurlijk wil je naar een miljoen omzet bij wijze van spreken groeien. Dan heb je echt een hele belangrijke proof point als... dan ben je een scale-up in plaats van een start-up. Maar ook bijvoorbeeld voor ons de hoeveelheid huizen die wij geanalyseerd hebben. Dus voor ons en voor Uber zou het zijn het aantal ritjes dat zij faciliteren met Uber. Dus je wil iets van een productmetric hebben en een commerciële metric. Als beide metrics niet bewegen, omdat je klanten zelfs niet gratis iets willen proberen en commercieel loopt het niet, dan moet je heel snel afscheid nemen. Yeah. En ik denk dat heel veel ondernemers, waaronder ik zelf, zeg maar, in het begin je bent verliefd op je eigen idee. Yeah. Ja, daarom start je ooit. En dan zoek je de bevestiging in de gesprekken die je hebt. Ja. Maar onderliggend, qua data, is het er niet. En dan moet je eigenlijk heel snel tot de conclusie, het liefst zo snel mogelijk tot de conclusie komen, misschien moeten we toch net even iets anders proberen. En als je net een andere angle probeert, dan kan het misschien wel werken. Dat is in die flow. Nou, dat vind ik wel heel aardig om straks even op terug te komen op die data ondersteuning. Want ik weet dat het hier bij de ROM ook een van de unieke punten is. Ik vond het wel leuk om nog even een anekdote te vertellen van jullie collega's die ook in het Circulate Skill programma zaten, Sustainer. Gert van Vught, die zei, die hadden een container in eerste instantie ontwikkeld, een off-the-grid huis. Gingen viral, kregen 10.000 aanvragen en hadden 0 keer iets verkocht. Ja. En pas daarna zijn ze gaan pivoten om te kijken van, oh, wacht eens eventjes, als we met een soort van Lego-achtig systeem gaan werken, dan kunnen mensen zelf huizen samenstellen. En daar was een nieuw idee geboren. Ja, ja. Maar dat kom je ook wel eens tegen, toch? Dat mensen enthousiast verliefd zijn op hun eigen product en denken, dit wordt het wel. Zeker. En ik denk dat je als ondernemer ook wel een beetje oogkleppen op moet hebben. Je moet ook wel gaan. En op punten waar anderen misschien om zouden keren door blijven gaan. Dat hoort wel bij ondernemerschap. Het is niet een grote mooie glijbaan naar beneden of omhoog, eigenlijk gezegd. Maar anderzijds is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je snel genoeg valideert of jouw plan ook in de markt gaat aansluiten. En daar hebben we bijvoorbeeld ook programma's voor, ons Investment Readiness programma. Dat is er heel erg op gericht om bedrijven heel snel te laten bellen met klanten. En eigenlijk gewoon die customer feedback te krijgen van, is dat product wat ik nou heb verzonnen of dat plan wat ik heb, lost dat ergens een probleem op? Is dat probleem urgent genoeg dat mensen er ook voor willen betalen? Nou, en als je die data gaat krijgen, dan kan je hem ook verder gaan zetten. Data is uiteindelijk, het is Lean Startup, is natuurlijk ook wel, weet ik het, 15, 20 jaar geleden een keer bedacht. Het zijn allemaal die methodes waarop je zegt, je wil graag snel de dingen die niet werken afsluiten om door te kunnen gaan op het wereld. Geen tijd aan te verliezen. Nee, ik noem het ook eventjes, omdat ik weet dat de ROM-regio Utrecht, jullie CEO Arjan van der Born, die is behoorlijk thuis in alles wat met data te maken heeft. En
Het komt volgens mij in elke zin hier wel voorbij. Nou, dat valt gelukkig nog wel mee. Maar inderdaad, Arjan weet heel veel van data. Maar gebruiken jullie dan ook veel, zelf eigenlijk veel datapunten om zo'n aanvraag te challengen? Ja, steeds meer. Weet je, we gaan natuurlijk sowieso, maar dat is allemaal toch ook wat softere data. Wij gaan natuurlijk ook in de markt navragen. Wij gaan ook met klanten bellen. We gaan ook experts navragen, dat soort zaken. Maar ook aan de voorkant proberen wij meer informatie te krijgen vanuit de systemen. Hè. Er zijn steeds meer systemen die transacties volgen, die bedrijven volgen. Dus wij gebruiken LinkedIn, we gebruiken Dealroom, we gebruiken FunsUp. We gebruiken nog een aantal van dat soort platformen, PitchBook. Okay, dus die zijn er om ook echt allemaal binnen te halen dat, welke informatie er is. En om daarop op die manier ook gewoon te kunnen volgen hoe ontwikkelt dat bedrijf zich nu. Ja. Want ja, er zijn toch een stuk of 10.000 bedrijven die wij potentieel interessant zouden kunnen vinden. Ja. Ja, zo groot is mijn team nou ook weer niet. Nee. Dus dat moet je wat handiger aanpakken. Dus als jullie er zelf proactief in willen zijn en de beste partijen willen scouten, dan gebruik je ook dat soort... Zeker. En weet je, voor ons is het natuurlijk ook heel simpel om met partijen als Volta of andere investeerders om daarmee om de tafel te gaan. Want die hebben natuurlijk ook gewoon een leadlijst. En die kijken ook naar welke partijen zijn interessant. Oh, is dat toevallig in Utrecht? En moet er iets meer in dan dat wij zelf zouden willen doen? Nou, dan is het wel heel makkelijk dat zo'n ROM Utrecht ons kan volgen. Ja, dus dat helpt natuurlijk ook voor ons. Nou, dat brengt ons weer een klein beetje op het laatste deel van dit gesprek. Wat mij betreft, helaas zou ik bijna willen zeggen. Maar dat heeft ook te maken dat we mensen hebben beloofd dat dit een uur en een kwartier mag duren. Maar ja, de mensen weten jullie wat te vinden, denk ik hoor, na vandaag. We hebben het een beetje gehad over dat landschap. En ook de rol die de ROM daar heel duidelijk in heeft. En je hebt ook uitgelegd van waar je dus in die beginfase en die fase daarna goed terecht kan. We zitten hier natuurlijk ook voor de circulaire economie. Specifiek voor dat onderwerp, hoe vinden jullie dat het daarmee staat als het gaat over de financiële mogelijkheden, financiële steun? Ja, ik denk dat je dan twee aparte scholen gaat krijgen. Dus je hebt de hardware, wat ik denk dat heel vrij moeilijk echt een hele andere financieringsdynamiek kent. Echt een materiaalintensieve productie. Ja, precies. Ja. Ja, huizen bouwen of nieuwe materiaalontwikkelingen die natuurlijk super kapitaalintensief zijn aan de voorkant en daarna eigenlijk pas echt al iets op gaan leveren. En je hebt de softwarekant. Ja, wat natuurlijk een onwijs trendy en hippe markt is, waar eigenlijk relatief eenvoudig financiering voor op te halen is. Ik denk dat de meeste circulaire oplossingen zitten natuurlijk aan de hardware kant. Ja, ja, dat is wel echt wel een uitdaging om daar goede financieringen voor te organiseren. Dus het blijft zo dat iedereen toch denkt, als het digitaal is, is het schaalbaar. Ja. Dan zijn er wat meer mogelijkheden om te financieren. Of ik denk dat in de hardware kant het op zich ook schaalbaar neergezet kan worden. Maar het is inderdaad veel arbeidsintensiever of veel kapitaalintensiever. Hè? Ja. Op het moment dat jij plastic wil gaan recyclen, nou, dan moet je een plastic recycleplant neerzetten, een sorteermachine ontwikkelen en neer gaan zetten. Ja, dan heb je gewoon al heel veel voorinvesteringen nodig voordat je je proofpoints kan gaan laten zien. Ja. En dat maakt het gewoon wel lastig. Maar we zijn hier wel nu al zoveel jaren mee bezig dat dat wel een beetje begint. Hè. Ik vind het nog steeds langzaam. Ik zou het sneller willen zien. Maar het begint wel nu een beetje. Ik ben niet zo heel erg negatief over dat dit nog 30 jaar gaat duren. Okay. Dus we hebben positief eigenlijk over die mogelijkheden die ontstaan rondom circulaire financiering. En jij geeft duidelijk aan van ja, wij zitten eigenlijk in twee werelden, circulair en digitaal. Hè? Ja, misschien wat makkelijker digitaal. Ja, kijk, je volgt toch het pad van de minste weerstand. Dus dan positioneer je hem vooral als digitaal natuurlijk. Ja. Circulair is iets wat daar gewoon bij komt. Hè? Dus dat is een van de componenten natuurlijk waar je impact op maakt. En een golf waar je op meerijdt als bedrijf. Dus het is natuurlijk wel een maatschappelijke ontwikkeling die ook relevant wordt gezien door investeerders. Nou, kijk, ik denk dat daar veel gebeurt op die markt. Ik vind het leuk dat jij ook zegt dat je positief bent ook over die wat meer materiële kant van qua investeringen. Ten slotte, de circulaire economie biedt ook de potentie om veel meer vakmanschap te herwaarderen en te zorgen dat er weer meer productie en refurbishment ook weer een eigen continent kan plaatsvinden. Dus het zou mooi zijn als daar ook mogelijkheden bestaan. Herkennen in ieder geval heel erg dat er veel circulaire start-ups zijn rondom biobased, andere materialenvormen die het inderdaad wat lastiger hebben om zo'n asset-heavy-achtige investering voor elkaar te kunnen krijgen. Het zou mooi zijn dat we over een jaartje hier weer zitten en elkaar zeggen van nou, hebben we toch een paar voorbeelden kunnen vinden die heel succesvol zijn geworden. Ik wil jullie enorm bedanken voor dit gesprek. Ik had eigenlijk gezegd, ik hoop dat jullie met elkaar door blijven praten. Dat gaat misschien ook wel gewoon gebeuren. Vast wel, maar waarschijnlijk niet tot een investering leiden. Het is daar heel hoopvol om te horen dat de ROMs op zo'n prettige manier met elkaar samenwerken en elkaar niet beconcurreren, maar juist doorverwijzen en elkaar helpen.
En ja, succes. We spreken jou ook over 30 jaar weer als jij die ontzettend investeerder bent. Ja, laat het hopen. Om die start-ups te kunnen helpen. We hebben altijd co-investeerders nodig. Dus weet je, dat op zich, wij zijn weer blij. Dan zijn jullie weer in gesprek. Nou, dat is wel in Nederland wat nu een beetje een opkomst is. Dat de oude oprichters van bedrijven, een Booking.com of TomTom of noem het allemaal op, nieuw gaan investeren. En dat is natuurlijk wel wat het start-up ecosysteem hier heel erg kan helpen. Ja. Sowieso goede voorbeelden zijn. Het helpt het Nederlands investeringsklimaat gewoon omhoog uiteindelijk. Je hebt helemaal gelijk. Dus dat brengt niet alleen het kapitaal mee, maar ook nog eens een keer hun ervaring. Dus dat is heel waardevol. Precies. Nogmaals, dank jullie wel. We hebben nu geen filmpje om nog een stukje te laten zien van de documentaire Circular at Scale. Ik had het liefst eventjes afgesloten met Irene ten Dam, die natuurlijk in dit gebouw aanwezig is. Misschien dat ze er nog even bij kan komen, of dat lukt. En anders dan denk ik dat ik hem hier afsluit. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier naar gekeken hebben. Ik moedig jullie ook aan om naar de documentaire zelf in zijn volledigheid te kijken. Wij hopen dat het namelijk bomvol zit met geleerde lessen vanuit scale-ups. Maar ook al die partners die erbij horen. Vandaag hebben we een aantal scale-ups aan het woord gehad. En daartegenover een aantal partners die de scale-ups mede mogelijk maken. Wij gaan waarschijnlijk door met Circular at Scale. Om ook in andere domeinen dat scale-ups te kunnen helpen. En ja, Irene, ik vraag jou er nog eventjes bij, want tenslotte, misschien zal ik even ruimte maken. Maar voor jouw collega, altijd. Om deze sessie, ik had hem al eventjes afgerond, maar ik denk, wil je toch nog heel eventjes vragen? Je had al afgerond. Ja, nou ja, min of meer, want ik wil jou even vragen, heb je mee kunnen kijken allereerst? Dat is een gewetensvraag, maar ik heb wel, zeg maar, uit de tussendoorkletsjes 4 hele gave inzichten. Mag het ook zo? Dan weet ik niet zeker of het in de uitzending terug is te zien, maar dan kan het ook gewoon in de gesprekjes plaats hebben gevonden. Toch het belang van de juiste vraag, heel bazaal, van de opdrachtgever, want dan volgt de opdrachtnemer vanzelf. En ook, ik vroeg Dirk naar zijn ideale klant in de provincie Utrecht. En dan hebben we toch een discussie, wie is nou het juiste aanspreekpunt binnen grote organisaties zoals overheden. Dus heel duidelijk maken waar je loket zit, open deur, maar toch. Een andere was, als je dan financiering zoekt en je doet dat voor het eerst. Ja, er zijn zoveel dingen die daarbij komen kijken, die ROMs ook je nog niet aan de voorkant leren. Waar wel kansen zijn, hè Dirk, ook kwam voor jou vandaan. En we hebben een fantastisch consortium in het Amersfoortse met React-EU-middelen. Waar gewoon nu inmiddels, en nou, houden persberichten in de gaten, met publiek-private samenwerking 10 nieuwe woningbouwconcepten hartstikke duurzaam ontwikkeld zijn. En dat is echt ook vanuit innovatieve, vernieuwende verbindingen die je niet 1, 2, 3 voor je ziet, maar die er dan toch opeens zijn. Dus dat haal ik er echt uit. Vandaar moeten we meer werk van maken. En volgens mij zijn we dat ook aan het doen. Nou, en dan bedankt voor die prettige samenvatting. Dat scheelt mij ook weer eventjes, want anders had ik dat nu ook nog de plek eventjes moeten kunnen concluderen. Maar ja, ik ben het van je gewend dat je dat altijd heel erg scherp weet terug te leggen. Het klinkt ook een beetje alsof dit ook een Studio Connect voor deze keer is, maar dat deze plek sowieso voor de verbinding staat. En met de voorbeelden die je noemt, dat als je hiermee bezig bent met het onderwerp rondom circulariteit en digitalisering, dat onderwerp hier heel goed kan landen. En kunnen ze dan ook gewoon contact opnemen met jullie? Is dat zo makkelijk als ik dat zeg? Dat is zo makkelijk. Irene.tendam@romutrechtregion.nl. En 14 juni Connect Live in Utrecht. Dus ook daarvoor houden media in de gaten. Want dan gaan we met z'n allen in de regio rondom Digital Health en Sustainability een groot jaarcongres houden. Nou, een hartstikke leuke aankondiging. Dit was Studio Connect Digitaal. We nodigen jullie dus van harte uit om bij Connect Live te zijn 14 juni. Dat is nog een stukje weg, maar dan bereid je daarop voort en loop eens wat vaker hier naar binnen en zoek contact. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en alle gasten bedanken voor de inzichten die ze met jullie hebben gedeeld. En ik wens jullie nog een hele prettige week van de circulaire economie.